Parelwitte stranden, een constante temperatuur overdag van rond de 30 graden en 's nachts koelt het niet verder af dan 8, 29 graden. Een ongelooflijke onderwater flora en fauna. Welkom op de Malediven. De Malediven is een republiek midden in de Indische Oceaan, die compleet uit eilanden bestaat. Het ligt in twee rijen van atollen aan de rand van de evenaar. De Malediven zijn tektonisch een uniek verschijnsel en liggen op de rug van een vulkanisch gebergte. Het gebergte is weggezonken en op de toppen ontstonden koraalriffen, de huidige eilanden van de Malediven. De 26 natuurlijke ringachtige atollen worden elk gevormd door een koraalrif rondom een lagune, met als gevolg dat het aanleggen van een luchthaven voor de autoriteiten van de Malediven geen sinecure is geweest. De enige twee mogelijkheden om zich tussen de verschillende eilanden te verplaatsen zijn per boot of per watervliegtuig. De republiek wordt gevormd door 1190 koraaleilanden en bedekt een gebied zo groot als 3 keer de oppervlakte van België. De landoppervlakte is dan weer niet groter dan 1,5 keer de oppervlakte van de stad Antwerpen. Daardoor zijn de Malediven dichter bevolkt dan België. De riffen beschermen de eilanden tegen wind en golven. Niet onbelangrijk als je weet dat het hoogste punt op de Malediven slechts 2,4 meter boven de zeespiegel uitsteekt. De eilandengroep is wereldrecordhouder van het laagste land ter wereld, met een gemiddelde hoogte van slechts 1,5 meter. De Maledivische autoriteiten kijken dan ook met meer dan gewone belangstelling naar de gevolgen van de opwarming van de aarde. Doordat de Malediven rond de evenaar ligt, heerst er een moessonklimaat. De typische passaatwinden bepalen de overgang tussen nat- en droogseizoen. Het tropische klimaat zorgt voor een gemiddelde jaartemperatuur van 28 graden met een constant bijzonder hoge luchtvochtigheid. De hoofdstad Malé is amper 192 hectare groot en heeft met 48.000 inwoners haar fysieke grenzen bereikt. In vergelijking met andere hoofdsteden is uitbreiden hier al lang geen optie meer. De lokale bevolking leeft van de vis, maar de opkomst van het resort- en duiktoerisme hebben een groeiende invloed op de economie van het land. Malé is het kloppende hart van de Malediven, rond een kleurrijk en bruisend handelscentrum waar de lokale vis en producten vrij worden verhandeld. De eilanden van de Malediven liggen te midden de handelsroutes van de Indische Oceaan. Kolonisten en bezoekers uit de naburige regio's en van over de hele wereld zijn zo in contact gekomen met de eilanden. Deze heen- en weerstroom van mensen en hun culturen hebben duidelijk hun effect achtergelaten in de Maledivische mensen, de taal, overtuigingen, kunst en attitudes. Op het gebied van het geloof overheerst een gematigd islamisme. Is het in orde? Geen land ter wereld staat tegenwoordig zo sterk bekend om haar duikmogelijkheden als de Malediven. Met het warme zeewater, de spierwitte stranden en volop zon het jaar rond zijn de Malediven de perfecte duikbestemming. Het zicht onder water is er nooit minder dan 15 meter.
Het voedselrijke, altijd warme water, met temperaturen tussen 26 en 30 graden, is een perfecte leefomgeving voor honderden verschillende soorten koraalvissen, haaien, schildpadden en andere exoten. Talrijke en soms zeer verraderlijke riffen hebben reeds menig ervaren zeeman verrast. Daardoor liggen her en der verspreid over diverse atollen een heel aantal scheepswrakken. Deze wrakken vormen na verloop van tijd een microbiotoop voor allerhande nieuw leven. Scheepswrakken met klinkende namen als de Maldive Victory, de Shipyard en de minder bekende Erlangen worden alleen door ervaren duikers bezocht. Dit unieke kader biedt uitzonderlijke mogelijkheden voor onderwateropnames. De Malediven hebben een onderwaterwereld die haar gelijken nauwelijks kent. Er zijn niet alleen gevarieerde en zeer diverse koraalriffen, maar er is ook een onwaarschijnlijke visrijkdom. De voedselvoorraad is bijna onuitputtelijk en trekt zo massa's bontgekleurde koraalvissen aan, die in kleine en grote groepen jagen op hun prooi. Daarnaast lokt het planktonrijke water reuzen als de walvishaai en de mantarog naar de riffen. Deze laatste is blijkbaar zo opgetogen met de belangstelling dat hij spontaan een looping maakt. Met meer dan 1000 kilogram geen evidentie, zelfs niet onder water. Thank you.
Als de avond valt over wrakken en riffen, komt een totaal nieuwe onderwaterwereld tot leven. Voor het slapen gaan willen wij ook deze zeer bijzondere sfeer nog even ervaren. Thank you.